Op dit moment is er geen kievit te zien, maar tijdens het broedseizoen van de weidevogels zijn veel kievieten geteld. Stichting Mooi Binnenveld zet zich in voor de natuur in het binnenveld, dus ook voor de weidevogels. Hoe is dit jaar het broedseizoen verlopen? Ja, in het gebied van de Binnenveldse hooilanden hebben we op ongeveer 100 hectare hebben we de vogels geteld. Door elke 10 à 14 dagen een ronde te maken door het gebied en de vogels te tellen. Volgens een bepaalde methodiek wordt dan het aantal territoria bepaald. Hè? Het aantal gebiedjes waar een paartje zit die genesteld hebben. We hebben 41 kievieten territoria gevonden op het gebied dus van ongeveer 100 hectare. Dus een behoorlijke dichtheid. 11 gruttoparen, 11 territoria van de tureluur, 1 van de scholexen en 3 van de wulp. Die 5 die ik nu net genoemd heb, zijn eigenlijk de belangrijkste weidevogels in Nederland. En die zijn allemaal behoorlijk zeldzaam geworden, doordat in de huidige landbouwpercelen eigenlijk geen weidevogels meer voedsel vinden. Wordt heel vroeg gemaaid, de jongen worden niet groot. Dit soort gebieden is nog wel geschikt, potentieel, al is het nog vrij klein. Zoiets als 41 kievietpaarden, ja. Hoe was dat voorheen? De afgelopen jaren was dat ongeveer hetzelfde. Maar toen het nog, zeg maar, landbouwgebied was hier, toen hadden we er beduidend minder. 10, 15 op zijn hoogst. Ja, jullie als Stichting Mooi Binnenveld zet zich ook in voor de weidevogels, toch? We zetten ons in voor de natuur in het binnenveld. Onder andere voor de vogels, maar ook de planten, de vlinders. We willen gewoon dat het een rijk geschakeerd natuurgebied wordt. Het is nog vrij klein, zoals ik gezegd heb. Het hele binnenveld, het hele laagste gedeelte van het binnenveld langs de Grift strekt zich eigenlijk uit tot bijna de A12. Met een reeks van natuurgebieden. Het eindigt ongeveer bij de Groene Grens, bij Veenendaal. En het loopt ongeveer tot de Grift. En het is een aardig gebied van inmiddels zo'n 250 hectare. Momenteel wordt er aan de Utrechtse kant van de Grift ook een stuk afgegraven. Ook van het Staatsbosbeheer. Waardoor het hele gebied zo'n 300 hectare wordt. Natuurgebied, laag gelegen, waterrijk. Kwel komt hier omhoog, hè, van de Veluwe en van de Euvelrug. Dus we denken dat het een heel aantrekkelijk gebied is voor weidevogels. Ja, het wordt een aantrekkelijk gebied. Je hebt verteld net, het gebied loopt tot de A12. Waar begint het gebied? Het begint vlak buiten Wageningen. Ik wijs nu naar de zuidkant. Dus vlak buiten Wageningen begint het. En dat is een perceel van ongeveer 50 hectare, wat beheerd wordt door een coöperatie van boeren in deze regio. Boeren dus hebben wat ander belang dan de natuurliefhebbers van huis uit. Maar we beheren het samen. We werken voor elkaar. Zij maaien voor ons. Wij doen dit voor hen. Nou, zo'n aantal van de dingen waarmee we samenwerken. En dat is vrij uniek. Omdat boeren en natuurliefhebbers over het algemeen, natuurorganisaties en boeren over het algemeen, niet een hele bloeiende relatie hebben. Maar hier gaat het goed. Ja. Voor de vogels. Wat willen jullie als stichting bereiken hier in het binnenveld? Dat de vogelstand, met name de weidevogels, maar ook de rietvogels, zich tenminste stabiliseren, maar mogelijk ook uitbreiden hopelijk. En dat wat zeldzamere soorten door de aantrekkelijkheid van het gebied hier ook komen. Zo hebben we dit jaar al een paartje baardman gezien. Een zeldzaam vogeltje. Ze hebben hier niet gebroed, maar wie weet komt het nog. Misschien gaan er ooit kemphanen broeden. Misschien porseleinhoen. Zo zijn er wat wensen en we willen graag het gebied zo beheren dat voor die soorten het gebied ook aantrekkelijk wordt. Ja, op dit moment. Ik zie geen vogels. Waar zijn ze? Nee. Het broedgebied loopt tot, laten we zeggen, eind juni. Begin juli wellicht voor een enkele soort. En als ze klaar zijn, de jongen hebben grootgebracht, ja, dan gaan ze naar gebieden waar wat meer voedsel is. Zeker omdat het in die tijd hier erg droog was. Ik weet het nog wel, hè, die droge periode. Ze zijn allemaal naar de Zeeuwse Delta en dat soort gebieden getrokken. Behalve de rietvogels, die zijn hier nog wel. Dus de rietgors en de rietzanger, die kun je nog wel horen.